Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En Estemo heeft vandaag zijn verjaardagsfeestjes in BD Best Part 2. En ik zit nu in de auto met mijn zus, maar die wilde niet op de vlog. Dus ja, die kan ik niet filmen. Zoals iets vroeger dan verwacht, dus ik zit hier met mijn koffie. En we gaan nu nog wat dingetjes halen voor zijn kinderfeestje. En dan moet voorbereiden. Estemo is daar trouwens op school tot 12 uur, de laatste schooldag van het schooljaar. Ik moet wat slingers bij gaan halen. En ik heb gisteren ballonnen besteld, dus die ga ik nu ook gelijk ophalen. Dan is dat allemaal al thuis en dan moet ik Estemo ophalen en daarna moet ik weer verder. En het is echt een... En waarom zijn slingers eigenlijk allemaal zo duur? Weet jij dat? Slingers zijn gewoon 3 euro of zo. Het is echt asociaal eigenlijk gewoon. Vind ik dan. Maar goed, we gaan ballon ophalen. Nou, we hebben heel veel keus. Ik heb nu dit. En zo'n slinger. Want ik moet slingers bij hebben. Maar ja, wat ga je nemen? Zoveel keuzes. Ik weet het ook niet. Eigenlijk wil ik flamingo's. Maar ja, het is een jongetje. Hè? Het is een beetje lullig als je allemaal roze flamingo's doet. Zeg maar. Maar daar verderop alles ook nog mee. Dus we gaan daar ook even kijken. Dit is echt de grootste feestwinkel die ik ken. Ze maken ballonnen. Ze hebben echt gewoon alles. Oh, ik heb ballen. Nou, ik heb alles gehaald voor de piñata's. En ik weet het eigenlijk. In ieder geval genoeg. Ik maak nu even een nieuw bakje koffie. Kazani, catch it. En dan ga ik alles klaarzetten. Mijn zus is aan het bellen, maar die wil nog steeds niet in beeld. Ze zegt dat ze me aanklaagt als ik haar in beeld ben. Even familie moet je tellen. En we hebben Estemo uit school gehaald. Yay! Heb je er zin in vandaag? Ja. Met je feestje? Vooral in de verrassing dat als ik thuis kom dat ik hem gelijk krijg. Ja, maar het is geen verrassing die je, een cadeautje kan je uitpakken, maar verrassing is gewoon iets wat je niet verwacht. Dat weet je, hè? Ja. Oké dan. Nou, snel naar huis, eten en je verrassing, hè? Ja, wat eten we eigenlijk? Brood. Tosti. Ja. Oké, nou doe ik de camera weg, want anders kijk boete. Wow. Mama zei dat de verrassing in de tuin was. En hier zie je al Beach. Kijk dan hoe vet. Boomboompje, mijn donut hangt zo vandaag. Zwembroek, een mat, een tafel waar je kan zitten. Mooiste vind ik. Deze 8-jaar ballon. En deze blauwe pet. En die sliers. We zijn er klaar voor. Dit pijn heeft een pop of pijn. Blijf. Nee. Zwemmen. Nee. Nee, je moet niet. Je probeert mee. Nu de tempo. Ik heb nog wel iets gedaan. Ik heb het gekookt. Ik ga het vaak nog staan. Ga jij draaien? Ja. Wat moet ik doen? Kom weer terug. Ja. Stuk harder. Hij mag veel harder. Nog harder. Nog harder. Nog harder. Zo. Hij wacht heel even wachten. Heel even wachten. Nee, ik vind het al echt. Echt heel even. Oh, this is how I
Maar waar is die? Wie was er nou? Ja. Jij mag dadelijk ook nog wel, jongen. Iedereen komt aan de beurt. Eerst voelen waar die is, Mees. Dit is de poets meehelp opruimcentrale. Naomi gaat er vandoor. Doei! En hun zijn aan het helpen met het zwembadje leegmaken en de tuin opruimen. En dan hoef ik dat niet in mijn uppie te doen. Wat een lieve mensen. Dave, wil je niet bij mij komen werken? Eén keer in de week poetsen. Of vrijwillig werken? Niks wat het lijkt, hè? Ja, wel vrijwillig, hè? Gewenst voorbeeld. Brain freeze! Brain freeze! Maar denk je niet dat ik dat thuis doe, hè? Nee, daar ging ik ook niet vanuit. Daarom vraag ik ook of ik jou kan inhuren. Hallo, dames en heren. Ik ben kaprot van een leuke kinderfeestje. Superleuk. En ja, ik heb kei leuke cadeautjes gehad. Ik heb leuk gespeeld, leuk gezwommen. Alleen, ik ben kapot. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat een like achter en ik zie jullie tot volgende week.